Jeroen, wat moet jij een bizarre week achter de rug hebben? Dat klopt, inderdaad. Je verwacht niet als je als derde keeper meegaat dat je uiteindelijk nog speelminuten gaat maken. Alleen dat is wel zo gegaan. De eerste wedstrijd goed gewonnen. Ik denk 60 minuten lang goed gespeeld. En vandaag ja, is er nog een hele kleine kans. Dan moet je zelf winnen. Maar dat hebben we helaas nagelaten. Debuteren, je eerste basisplaats. Dat moet een hoogtepunt in je carrière zijn. Dat is het ook. Maar toch kan ik me voorstellen dat je hier in mineur staat. Ja, klopt. Dat is zeker waar. Je debuut en daarna je eerste basisplaats. En dan helaas zo'n deceptie. Zware teleurstelling. Ja, iedereen zoekt naar verklaringen. Hoe is het mogelijk dat Nederland in zo'n pool vierde wordt? 1 punt in al die wedstrijden tegen de top 3. Wat is jouw verklaring zo vlak na de wedstrijd? Dat is het wat je zegt. 1 punt in de laatste 4 wedstrijden tegen de top 3. Ja, dat zegt genoeg denk ik. Zullen we dat vanavond ook merken, dat het echte geloof in eigen kunnen ontbrak? Nee, want ik vind dat we goed begonnen en dat we ook een doelpunt hadden moeten maken. En dan krijg je met een tegenslag te maken en dan valt het een beetje in elkaar. Ja, maar dat vond ik juist een symptoom daarvan. Een heel aardig begin, inderdaad een paar aardige kansen. En de eerste tegenstoot en het automatisme, het geloof in eigen kunnen lijkt meteen te verdwijnen. Ja, klopt. En dan moet je met elkaar herpakken en dan is er nog een hele kleine kans. Maar je weet ook dat als je zelf wint, dat je geluk moet hebben dat Turkije verliest. En dat is achteraf ook niet zo gebleken. Nou, gelukkig maar eigenlijk. Ja, toch baal ik enorm. Want hier in de laatste wedstrijd, ik denk supporters, grote getallen aanwezig. Dat je dan toch nog iets beters had moeten laten zien. Ja, dan ben jij een exponent van de generatie, de nieuwe generatie, de toekomst. Toch minimaal 3 jaar wachten voor een groot toernooi. Dat is voor voetbal midden Nederland verschrikkelijk. Dat is voor de jonge voetballer ook verschrikkelijk. Ja, dat klopt. Ik denk dat besef zeker nog wel aankomt. Hoe hebben jullie net de kleedkamer verlaten? Hoe hebben jullie afscheid van elkaar genomen? Net als normaal. Alleen het was muisstil. Iedereen die verwerkt het op zijn eigen manier. Het is gewoon kloten.